Is jouw vergaderagenda nog steeds een lijstje met trefwoorden? Algemeen opgesteld. En denkt iedereen steeds, ach, we weten wel wat de bedoeling is van het agendaonderwerp. Maar daarna wordt er toch afgedwaald, niet bij het onderwerp gehouden en geen duidelijk besluit genomen. Dan is het tijd om de agenda te verbeteren. Hoe krijg je nu de agenda aantrekkelijker en doelgerichter? Ik geef graag een tip, een hele eenvoudige, maar effectieve tip, om de agenda te verbeteren. Natuurlijk kan de voorzitter uitleggen wat de bedoeling is van het agendapunt. En ook zelf mensen proberen terug te sturen naar het onderwerp. Maar het is veel makkelijker, ook voor de voorzitter, als de agenda dat duidelijker aangeeft. Mijn tip is daarom, verander de agendatitel in een vraag. Of als dat lastig is, zet onder het agendaonderwerp een 2 of 3-tal subvragen. Deelvragen die nog duidelijker maken wat de bedoeling is. Bijvoorbeeld, er is een vacature die vrijgekomen is. En op de agenda staat alleen maar vacature. Dan is niet duidelijk, gaan we met z'n allen praten of die vacature er wel of niet moet komen. Is de bedoeling hoe we het proces gaan inrichten. Dat kan veel duidelijker. Dus kan beter de titel worden, hoe gaan we iemand aannemen? Of nog krachtiger, welke procedure is het beste om de vacature in te vullen? En dan snapt iedereen één keer, we gaan het alleen hebben over die procedure. Met eventueel daar nog extra vragen bij. Het eerste voordeel hiervan is dat ook de mensen die zich niet heel goed hebben voorbereid, wel in één keer duidelijk zien wat de bedoeling is van dat agendaonderwerp. Het tweede voordeel is dat de voorzitter zich ook makkelijker de mensen aan die vragen kan houden. En tenslotte is het maken van vragen in de agenda ook een heel handig hulpmiddel bij de voorbereiding. Waardoor het ook voor degene die iets op de agenda zet duidelijker wordt, wat wil ik nu precies van iemand? En kan die vraag misschien nog duidelijker en nog scherper gesteld worden? Kortom, vanaf nu alle agendaonderwerpen. De titels daarvan veranderen in pakkende, doelgerichte vragen. Ik ben echt heel nieuwsgierig hoe dat uitpakt. Laat me dat weten in de comments. Dan heb ik nog 2 vraagjes voor jou. 1. Vond je dit een leuke video? Klik dan op het duimpje omhoog. 2. Wil je makkelijk onze nieuwste video's kunnen zien? Klik dan op het logo hierboven.